met rust moet laten. Hé, hey, Hansebokje, even op! Met mij met rust! Oh! Zo moeilijk was dat niet, jongens. Zo moeilijk was dat niet. Ik heb die stinkdoos voor je. Ja, nee, je bent 5 minuten te laat. Zoals Mees net al zei, je bent te laat. Let goed op je naasten, mensen die je dierbaar zijn. Ik bel jij even omdat ik kom zeggen dat jij alvast klaar kan gaan maken voor een volgende opdracht dadelijk. Willem! Hé, hey, jongens, oké. Piet! Wat ga je doen? Nee, jij gaat iets doen. Daar ligt de vuurwapen, dat mag je gaan pakken. Mark! En dan? Ga je Willem schieten. Weer naast. Wat als het jou nou niet schiet? Dat zou ik niet doen. Er staan 4 vuurwapens op je kop. Het spijt me, Willem. Het spijt me echt, Willem. Dat het deze keer duidelijk is dat de volgende keer dat je niet vol ligt wat ik doe, dat je dan wel naasten gaat verliezen. Oké, jongens, vandaag is de planning. We gaan even mijn auto naar de garage brengen, want ik ben de kleur rood zat. Ik wil me eigenlijk denk ik zwart hebben, dus we gaan daarmee beginnen. Het is inmiddels al een paar dagen geleden sinds dat ik op Willem moest schieten. Ik ben er nog steeds niet heel blij mee. Dus ik ga mogelijk in de toekomst even kijken of ik iets kan regelen. Want ik kan wel leuke klusjes blijven doen voor die Piet. Maar als hij, als hij me zo gaat behandelen, als hij Willem zo gaat behandelen, ben ik er al snel klaar mee. Dus wie weet kan ik Kevin Kramer opzoeken. Wie weet vind ik nog wat oude contacten. Ik heb al iedereen heel lang niet gesproken, maar misschien kan ik nog wat optrommelen. Laten we in ieder geval beginnen met de kleur. Oké, jongens, ik heb hem helemaal zwart gemaakt. Dat is wel lijp. Je ziet het nu niet natuurlijk in het donker. Ah, dat zou je hem wel hebben. Hey. Hey. Het is tijd, hè? Deze keer niks. Geen Willem doodschieten, geen andere mensen doodschieten, neem ik aan. Nee, ja. Ik zou je vuurwapen meenemen, dat wel. Mijn vuurwapen wel meenemen, maar moet ik heen. Dit is weer zo'n nostalgia plek, hè? Oh jee. Ja, dat is Trevor zijn huis bij de beach. Oh. De NBSF test grounds. Ja, ik weet het. Moet ik daarheen? Ja. Met mijn gun. Ja. Dus zie ik je daar. Oh god, er is hier politie, maar dat maakt niet uit. Oké, jongens, we moeten mijn gun even ophalen. En dan moeten we naar het beachhuis, wat ook het NBSF kantoor was vroeger. Ik weet niet meer wat het nu is. Maar we halen even mijn gun op en dan gaan we die kant op. Ik ben benieuwd wat het nu weer is. Wat voor rots ze nu weer willen. Benieuwd wanneer we een keer gaan schieten. Maar ik ben bang dat het wel akelig dichtbij komt. Nou, ik denk dat we er zijn. Ik moet even zoeken naar de locatie. Oei, ik heb afslag gemist. Het was eentje eerder. Hieronder is het. Dit is de locatie. Zo, keer hem hier mooi. Ik ben benieuwd, jongens. Hey. Ook goeiedag. Nou. Hoi. Hey, Mees. Hey. Hey. Gezellige locatie. Wel toch? Ja, lekker knus, moet ik wel zeggen. Hoe is het? Ja, goed. Is dat Hans? Bovenop je laatste actie gekomen. Ja, ik heb een tijdje met Willem over gehad, dus dat zit wel goed. Je hebt door waarom ik het heb gedaan? Ja, dat heb je verteld. Dat heb je duidelijk gemaakt. Aangezien ik toch wel wat meer vertrouwen heb gekregen, ga ik keer niet alleen het veld in. Ik ga niet alleen deze keer. Nee. Ja, hè? Oké. Achter mij, ja, dat zal je waarschijnlijk niet zien liggen, aangezien ik zo'n kast ben. Liggen mijn spullen. Het item waar je de vorige keer hebt gestolen, ja. Die zit daar ook in. Die zit in een tasje ofzo, of in een rugzak. In mijn tas. In jouw tas, oké. Straks gaan wij naar een site rijden. Die heeft 2 entry points. Ja. Jij gaat met mij mee. Oké. En deze 2 heren gaan samen. Prima. En wij stormen daar binnen. Het is belangrijk, want het is bewapend daar. Ja. Het is belangrijk dat we daar niet gaan schieten. Ja. Oké. Wij hebben toch de meermacht met onze 4 vuurwapens. Ja. De bedoeling is dat wij daar gewoon binnen gaan. Eigenlijk iedereen als hostage nemen. En dan extracten waar we voor kwamen. Wat is het? Wat kan item waar we voor gaan is een zeer, zeer, zeer giftig iets. Het zit ook echt in een kluis, in nog een container. Oké, moeten we de kluis of echt wat in de kluis zit meenemen? Wat in de kluis zit. Dit item ga ik doorgeven aan iemand die er dan iets mee kan. Wat mij later gaat helpen. Oké, prima. Moet ik me omkleden? Vragen. Ja, tenzij jij helemaal lek wilt geschoten worden. Nee, dat kleden we wel vol. Ik zou sowieso iets van een kogel weer aan het vesten. Ik heb wel wat moois. Ik heb hier wel wat moois van. Let's go. Waar is dit, de locatie? Dichtbij het ganghuis. Het oude ganghuis. Oké. Prima. Nou, daar gaan we, jongens. We gaan ergens heen om een overval te plegen, hostages nemen en dan een giftig iets te stelen. Ja, het is wat anders hè, dan in je eentje gaan. Ja, dat scheelt. Dat scheelt oprecht. Dan heb je iets meer controle over de situatie. Ja. Het ding is, we gaan via 2 kanten binnen. Dus stel dat er iemand is met wapens, langere afstand. Ik weet niet hoe het daar binnen is. Het kan ook zijn dat het compleet leeg is. Dat is wat we moeten uitvinden. Hè? Ja, oké. Ze weten dat als ze één ding fout doen, dat er kan geschoten worden, weet je. Dus kom maar goed. Daarom. Outfit is gedaan. Ik heb een kogel weer in het vest staan. Ik heb een helm bij me die ik op kan doen. Het is niet heel praktisch een helm, maar het is beter dan dat mensen mijn gezicht zien. Dus let's go. Dus, het is de kippenfabriek. We zijn nu toch onderweg. De kippenfabriek? Yes. Maar die zit toch... Of de slachterij. De slachterij, sorry. Ik wou net zeggen, de kippenfabriek is helemaal nooit. Je weet wat ik bedoel met de slachterij? Ja, de martelgoeders. Er wordt vaak gemarteld ook, klopt dat? Ja. Er zijn twee ingangen. Ja. Eentje via de loods en eentje de normale ingang. Ja. De loods is links als je voor het gebouw staat en de normale ingang is rechts. Oké. Wij gaan via de loods en dan rijden door richting de dingen. Prima. Oké, let's go. Helmpje gaat op. Dan gaan we, jongens. Is dit de ingang? Oké, let's go. En positie? Ik zit er ook in. Wij zijn in positie. Zijn jullie in positie? Yes. Ja. Ga maar. Dan gaan we. Je pakt links. Yes. Niks. Nog niks gezien. Hier ook clear. Nee. Oké, jongens, er is niks. Er is nog niks. Alleen maar dode dieren. Oh, ik moet oppassen dat er niemand is. Het is rustig. Ja, helemaal prachtig gezien. Oké. Klauw laten zien. Oh, jullie hebben mensen. Allemaal klauwen. Oké, ze hebben mensen. Boys, kom maar rennen. Oké. Hier ook clear. Doorrennen. Oké, stop. Yes. Stop. Rustig aan. Hey, op je knieën. Hup, gas, op je knieën, weg van die kluis. Eerst weg van die kluis. En op je knieën. Weg van die kluis. Kom op, zeg. Hup. Op je knieën. Klaar. Jij op je knieën. Goed zo. Top. Even je masker af. Dan strek ik hem eraf. Goed zo. Moeten jullie. Niks. Gaat je niks aan. Als jij gewoon even je mond houdt en op je knieën blijft, is allemaal prima. Maar masker van die kop af. Zijn er hier nog meer mensen? Weet ik niet. We hebben via de andere kant niks gezien. Ja, wij hebben hier ook niks gezien. Zijn er buiten mensen of niet? Nee. Wie is hier de baas? Ik. Deze hier. Ga jij trouwens maar even bij de rest zitten. Basis. Wie is de leider van de groep? Goed zo. Andere kleding, de rest is anders om net en pak. En hebben we leider? Ja, hier. Top. Goed, draai zo. Die kluiscode. Ja. Wat is daarmee? Ja. Vrijwillig geven, eruit halen. Kunnen we hem ook uitslaan? Als je dat liever hebt. Ik ga hem niet vrijwillig geven. Je gaat niet vrijwillig geven? Ik denk dat jullie zelf ook wel weten waarom niet. Hoe denk je dat dit eindigt? Het feit dat ik hierop heb geanticipeerd is mooi. En dat is ook de reden dat hij nou hier ligt. Heb jij ooit gemarteld? Ik heb wel mentaal, maar als je wilt dat ik even wat nageltjes eraf trek of iets anders. Dat wil wel lukken, denk ik. We kunnen gemakkelijk beginnen. Als je even mijn tas open doet, dan zie je daar een handdoek in zitten. Die mag je eruit pakken. Ja. En dan mag jij opstaan. Sta maar op, jongen. Oeh, kijk eens aan. Hier. Oeh, lekkere kraan. Die had ik nog niet gezien. Nee. Doe jij zijn hoofd er even in, pak ik die kraan wel. Ja. Maar de bedoeling is dat je nou die handdoek over zijn hoofd doet. Ja. Die gaan we even om zijn hoofd heen wikkelen. Die kraan, het water over hem laten lopen. Ja, die wikkelen even lekker om zijn kopje zo. Zit hij strak? Moet ik hem aantrekken? Top. Het geeft een gevoel van verzuipen. Dan gaan we even achterkomen. Zijn maar even je kop in die bak. Weet je, ik heb dat nooit gehad. Dus hij gaat de eerste zijn die gaat meemaken voor mij. Jij zijn kopje even in de bak. Hier, dan gaat de kraan aan. Ja, eroverheen. Ja, die handdoek zit strak. Ja, ik ga strakker als Simon niet houdt. Dat is de bedoeling. Hier. Zo. Hier. Zo. Oké, trek maar even uit. Zo. Hier. Het is goed. We hebben wel nog die code nodig, hè? Kop eruit. Heb je al genoeg gehad? We kunnen ook nog wat anders doen. Ik weet niet. Ja, wacht. Of jij van je andere dingetjes houdt. Dus, ga je nu de code geven? Waarom? Waarom zou ik de code geven? Oh mijn god. Je enige realisatie. Ik denk dat we met een koppige te maken hebben. Ja, ik ben al deze gasten aan het checken. Ze hebben allemaal mesjes. Ik heb nog eentje niet gecheckt. Ik weet niet hoe dat jij staat met die mensen, maar die kan ik ook pakken. Je kan nou gewoon rustig meewerken en laat ik iedereen gewoon hier buiten wandelen. Of ik ga het hardhandig doen. Ik krijg ook wat in de kluis zit, maar dan ben je maten kwijt. Gelukkig zijn niet mijn maten, maar heb ik ze ingevoerd. Dus. Nou, als het niet hoe dat met hun gebeurt, dan kunnen we gewoon met jou aan de slag, hè? Dat weet je. Hé, deze gast wil niet praten, man. Ja, ik zag al iets bij zijn lip houden. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Prop dan maar iets in zijn bek of zo. Als hij niet wil praten, zorg ervoor ook dat hij niet kan praten. Zie je dit mesje hier? Wil je hem een keer voelen? Nee. Nou dan. Waar de code van de kluis, toch? 8976. 8976. Probeer eens. Ik zal even meelopen. Herhaal. Ik sta achter je, dus je kan rustig checken. Ja, jongens. Wat zit je dan? Ja. Ik probeer te draaien, maar hij draait niet verder, man. Krijg je hem niet open? Nee, ik kan gewoon niet verder draaien. Draai nog eens. 8976. Voor wie werken jullie hier? Hoe heet die man? Nee, ik krijg hem niet verder. Man? Ja, die man daar. Hij zegt dat jullie ingehuurd zijn. Geeft sowieso niet zoveel om jullie levens. Maakt niet uit of jullie iets aan doen. Ze hebben allemaal mesjes, hè? Wat een lul is het toch, zeg. Ja, maar hoe heet hij? Wie is het? Nou, ik dacht gewoon dat ik hier moest komen werken. Dat... Nee, ik weet het niet meer is. Heb je net een foute keuze gemaakt, hè? Hey, je code werkte niet, hè? Dat, Nee, dus ik denk dat we verder gaan. Hoor je nog zo'n handdoekje om je kop heen? Kunnen we nog wel wat strakker doen, hoor. Is dit nou echt waard? Of, Hè? Van mijn mens. Dat we nou niet eerlijk zijn. Trek je die over. Ja. En heb je boven door je kop. Zeg het maar. Kluis, hoezo werkt die kluis niet? Die kluis die krijgt continu vernieuwd die code. Die code die kun je bijna niet achterhalen. Je kan er alleen in met een bepaalde sleutel, maar die heb ik niet. Wie wel? Ja, ik sta hier voor iemand met die kluis die ik moet bewaken. De persoon die hoort ook die mensen voor mij. Dus ik heb die sleutel niet. En je weet zeker dat het sleutel is? Ja, een sleutel. Wat is het punt van een fucking code als hij toch niet werkt? Als hij toch vernieuwd blijft worden? Zodat niemand erin kan. Behalve degene met de sleutel. Dat is heel goed, hè? Oh. Ga bij je maten zetten. Komt de kill. Wat doen we? Wat jij hebt gestolen. Ja. Dat was origineel een soort master key. Zo te zeggen, een loper. Ja, een loper. En het is met zo'n expertise gebouwd dat het military grade genoemd kan worden. Oké. Ja. En met een beetje ombouwen kan je het ombouwen tot iets wat kluizen kan openen. Zoals dat? Zoals dat. Maar dat hebben we nu niet. Hij is niet helemaal compleet, toch? Jawel, hij is wel compleet. Hij is wel compleet. Ja, het is een tijdje geweest maar... dat we elkaar hebben gezien. Hoezo hadden we dan überhaupt de code nodig? Om te kijken of dat het gemakkelijker ging. Oké. En uiteindelijk kun je een beetje een paar mensen martelen. Dat is wie weet ging het inderdaad soepeler, ik snap het wel. Maar gaan we nu die kluis openbreken dan? Even, ik ga die open moeten breken, ja. Wat doen we met die gast die loof aan het begin? Ik kan wel even bezig gaan met dat ding, hè. En dan kan je hier even verder gaan met hem te martelen. Ja, prima. Kunnen ook. Dus is dat een alarm of zo voor u? Ik word gek getoet. Oh, kut. Wacht even. Nee, dat kan niet. Pink, we zitten in een verlaten fabriek, ouwe. Ja, ik vertrouw het alsnog niet, man. Ga jij maar die kluis openbreken. Breek dat ding open. Ja. Dan hebben we het en dan zijn we bij beter weg. Ik ga nu die kluis open doen. Oké, jongens, dan gaat die kluis openbreken. Heel prima. Ik hou het hier even in de gaten, want dan gaat er blijkbaar een soort alarm af. En dat willen we niet.